Het maakt je niet een spiritueel minder belicht persoon als je durft en eerlijk en authentiek en transparant kan zeggen: Hey, I felt shit yesterday. Laten we dat ook eventjes nog een keertje bespreken in deze les van, want dit is de laatste voor de aankomende 3 weken. Laten we dat ook nog eventjes op de tafel zetten hier. Het maakt je niet een minder spiritueel bewust persoon if you felt shit yesterday. Er heerst een soort impasse in deze spirituele hippe scene in Nederland en in België. Althans, dat zijn in ieder geval de raakvlakken die ik aantik met mensen die mij mailen of mensen die me bellen, appen, noem alles maar op. En die vragen, ja, nee, dan doe ik dit even en dan ben ik er. Of ja, ik voel me vervelend, maar dat als ik eventjes doorinadem, dan gaat het ook wel weer goed komen. Of hè, maar eigenlijk daarmee zeg je tegen jezelf dat je dus de emoties niet kan voelen of niet wil voelen, omdat je besloten hebt ergens dat het voelen van verdriet of het voelen van boosheid dus niet passend is voor het ego wat je aangemeten hebt, een spiritueel ego. Dat is echt een klem, hè, lieve mensen. Dus als je wel kan huilen op straat of radeloos kan zijn en je weet ook waar het vandaan komt, zodat je, you can feel it, then you can heal it. Dat je er wat mee kan, dat je er wat mee mag, dat je het durft te voelen. En dat je dan weet weer, dat is weer een doorgang naar harmonie. Harmonie. Durf ik de volheid, de intensiteit van de gevoelens die ik ervaar te omarmen en te voelen, te embodyen. Zodat ik daarna een healing opportunity heb, waardoor er weer meer gepolijst is. Bij mij van binnen, dus ook zo van buiten. En als het dus dan ook zo van buiten is, betekent het dus dat als mijn bewustzijnsexpansie verhoogt, verhoog ik dus die bewustzijnsexpansie ook automatisch voor de mensen die om mij heen zitten. Yes, 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 yes. And that is what we call the ripple effect.